moeten de wereld redden. Energieprijs moet goedkoper. Ik weet nog niet of het huurhuizen waren, volgens mij wel zo te zien. Want er was een woningorganisatie Portaal bij betrokken. Dus ik denk dat het huur is. En dan, als het koop, als hij misschien gekozen is, anders. Maar de woningbouwmaatschappij heeft gekozen die hele dak vol te leggen met zonnepanelen. En dan breekt er een brand uit. Grote brand, Arnhemse wijk. Begon in de keuken, onderzoek naar rol zonnepanelen. Ja, even kijken wat hier gaat. We hebben nou gezien van een klein brandje in één huis. Hoe snel het verspreidt en hoe slecht het te blussen is. Dus veel angst. In deze sporthal achter mij is een bijeenkomst voor de slachtoffers van de brand in de Van Kinsbergenstraat in Arnhem. Waar gisteren een grote brand voor heel veel schade zorgde. 4 woningen zijn sowieso al gesloopt. Omwonenden en bewoners worden bijgepraat over de situatie nu door Portaal, door de brandweer en door de gemeente. Maar veel antwoorden hebben ze nog niet gekregen. Mensen wonen daar. Binnenkort ben ik ook een beetje bang, maar binnenkort mijn huis ook beland te komen. Nou, ik hoop vooral te horen over de andere huizen. Wat daarmee gebeurt met de zonnepanelen. De emoties lopen tijdens de bijeenkomst hoog op. Mensen komen huilend of schreeuwend naar buiten. Het was intens. Veel emoties kwamen er los bij buurtbewoners, wat begrijpelijk is natuurlijk. Brand! Doe niet zo emotioneel. Ja, dus wat vaks hier gebeurt, was in Arnhem hier van de week, brandje en shit. En een brandweer, die komt daar. En die heeft zoiets lachen, brandje, moeten doen zijn, blussen. Weet je wel, gewoon, ik bedoel, menig brandweer is hiervoor getraind. En dus dan gaan ze blussen en zo. En dat doen ze zeg maar het liefst, zeg maar van boven naar beneden. Want zwaartekracht en zo. Weet je wel? Dus anders zelf nat te spuiten. Dat schiet ook niet op. Dus gaan ze laddertje zo. Proep, proep, en dan blussen van boven zo. Naar beneden zo. Weet je, zo brand moet uit. Nu lagen daar alleen maar zonnepanelen. De hele Gatwijse bende lag vol met fucking zonnepanelen. De woningbouworganisatie denkt: kaching. Samen tegen Poetin zonnepanelen plaatsen. Of zo, weet ik veel. Die zonnepanelen die zijn zeg maar niet heel waterdoorlatend. Een soort van helemaal niet. Dus die brandweer probeerde te blussen. Maar dat kon niet, want die zonnepanelen ging weer. Die brand zat eronder te woeden. Maar smelt niet snel genoeg door, zodat ze kunnen blussen. Het werkt als een paraplu. Dus die brand kon eronder lekker doorwoeden. Lekker als een soort van kacheltje doorstoken. En die brandweer kon er niet blussen. Vanwege zonnepanelen. Omdat de woningbouworganisatie Portaal in Arnhem liever goedkope stroom had. Liever streed tegen Poetin voor de oorlog. Dan gewoon een veilige woning onderhouden. Ik kan wel zeggen, ja, maar dat wisten wij toch niet. En hoe moeten wij nou weten dat er brandvoorschriften zouden moeten zijn? Is dat ook geen falen van de brandweer? Ja, dat is wel typisch Hollands. Ik bedoel, of nou ja, aan de andere kant. Ik vind het raar dat met eindeloos veel consultancy-maatschappijen dat dan zoiets gebeurt dat niemand de fuck hieroverheen is gestruikeld. He? Waarschijnlijk is er wel nagedacht over een of andere fucking bever. Over 2 soorten grassprieten die daar rond zijn. Die daar ergens gevonden zijn. Een of andere diversiteitsplan. Of iemands pik er wel in de juiste volgorde in was geduwd ergens. Maar niemand even gewoon had nagedacht van: hey, zullen we eens de brandweer consulteren over het feit dat we allerlei aanpassingen doen aan de woning? En is het misschien niet brandveilig? Ik bedoel, waar de fuck zit een woningbouworganisatie dan niet mee vol? Als het wel niet is voor fucking bureaucraten die zorg dragen voor fucking leefomgeving en woningen. Wat de fuck gebeurt daar? He? Nou, flikker me helemaal vol. He? Poetin, yeah, Poetin, helemaal vol tegen Poetin samen. Mooi Oekraïne, mooi regenboogvlaggetje achter de Twitternaam. Mooi Oekraïne vlaggetje achter de Twitternaam. Hele dak vol met zonnepanelen. Energiecrisis. Een paar extra subsidies binnenpakken, hutsakee. He? Helemaal goed bezig. In Tesla naar huis. Vlieg je Tesla in de fik. Onder je huis met zonnepanelen die niet geblust kunnen worden. Nou, gefeliciteerd. Lekker duurzaam hoor. Lekker fucking duurzaam.